Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op dinsdag 18 september. Het is stralend weer in Nederland momenteel. In vrijwel heel het land is geen bewolking te zien en dat betekent dat de zon volop schijnt. Temperaturen liggen vanochtend tussen de 18 en 21 graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden of zuidwesten. Vanmiddag neemt in het westen de kans op wat wolkenvelden toe. Die komen vanaf zee binnendrijven. Maar in het binnenland blijft het zon overgroot en de temperatuur loopt flink op. Het wordt uiteindelijk 22 tot 29 graden bij matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond wat wolkenvelden, maar ook brede opklaringen. En het blijft nog lang zacht. De temperatuur ligt rond de 19 graden als de zon ondergaat. En morgen opnieuw een zomerse dag. Het wordt 22 tot 27 graden. Nog steeds waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En zo af en toe trekken er ook wat wolkenvelden voorbij. Donderdag blijft het ook nog droog en is het warm met maximaal rond 25 graden. Maar vanaf vrijdag slaat het weer om. Het wordt een stuk wisselvalliger en smiddags is het 17 tot 20 graden. Zaterdag wordt het hooguit 15 tot 17 graden en ook dan vallen er een paar buien. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.